Hey, ik ben Chris van Dopecash en het is vandaag tijd voor een tussentijdse update even. Wat gaan we even doen? We kijken de markt langs. Overwegend een groene week. Zag er allemaal goed uit. Groene cijfers, vooral de Bitcoin, heeft in de afgelopen 7 dagen een plusje laten zien van 8,5%. En in Safarma Water heeft natuurlijk verschillende altcoins meegetrokken. Hele mooie cijfers. Even de uitschieters eruit pikken. EOS plus 30%. IOTA plus 34%. Dash plus 47%. Dogecoin plus 91%. Stond gisteren een stuk hoger. Is bezig aan een correctie, zo te zien. Bytecoin 34% en Digibyte 33%, Verge bijna 40%, ook heel netjes. En dan, ja, dan komen we een beetje in de lagere regionen van de coins, hè. Laten we maar gelijk beginnen met de Bitcoin, want daar zijn wel wat dingetjes mee aan de hand. Ten eerste dat er vanochtend het 7400 niveau op Bitfinex is aangetikt. En dat is op zich wel opmerkelijk, omdat er ook wel een vreemd volume aan gekoppeld is. En omdat eigenlijk de rest van de exchanges niet dat prijsniveau hebben aangetikt. Dit kan een enige vorm van manipulatie zijn of van wash trading misschien. Of iets dergelijks. Maar dit is wel echt iets wat ik in de gaten hou. Want dit zijn gewoon signalen waar je wel op moet focussen. Als we dan kijken naar de normale chart. Even kijken hoor. Dat is deze. Dit is eigenlijk de chart die we al de hele tijd gebruiken. Dus ik zal hem even naar 4 uur zetten. Ja, dat krijgen we mooi te zien. Hier nog steeds die hele grote Elliott Wave constructie. Die channel die ik eigenlijk al 2 weken geleden getekend heb ongeveer. We blijven dat channel gewoon heel mooi volgen. Je ziet wel eens dat er soms een spike, een wick bovenuit komt. Dat betekent niet dat die channel invalide is. Want je kan altijd je orders net erboven plaatsen. En zolang echt die constructie niet gebroken is, is er niks aan de hand. Een koers beweegt zich altijd gewoon in opgaande en neergaande bewegingen. Het zijn nooit schone bewegingen. Dus komt er een keer een spijkje doorheen. Net zoals bijvoorbeeld in die downleg. En komt er dan hier een keer zo'n bubbeltje doorheen. Dat betekent niet gelijk dat je dat patroon overboord moet gooien. Als we dan even verder kijken, zien we wel dat de RSI iets in momentum terugneemt. Dus dat vertelt mij gewoon dat het momentum iets aan het wegvallen is. En dat we ook aan de bovenkant van het kanaal van het tradingkanaal bevinden. En dat ik eigenlijk persoonlijk heb ik meer shorts nu openstaan dan dat ik longs open heb staan. Eigenlijk vooral in altcoins sta ik iets meer short. En dat is dan meer als een hedge tegenover mijn Bitcoin positie. Omdat ik meestal, als de Bitcoin ook maar iets van retracement laat zien, dus een kleine terugval, dat je ziet toch dat de alts als eerste met die grote stap komen. En dan als die eenmaal wat gestegen zijn, dan plaats ik dat weer over in Bitcoin. Dan kun je meestal toch twee keer profijt maken van één enkele beweging. Wat zien we nog meer voor de rest? En dat was ook wel wat ik net aangaf bij dat Bitfinex verhaal. Er is wel iets heel vreemds aan de hand. De shorts zijn in vandaag in een tijdsbestek van ongeveer 4 uur met 50% gestegen. En dat is natuurlijk geen normale beweging. Dit gaan we echt in de gaten houden, want dit is geen normale candle natuurlijk. Dit laat bij mij allemaal alarmbellen afgaan. Dit betekent gewoon dat er een hele grote short positie is genomen. En dat kan in transacties van delen zijn. Dus transacties van 100 bitcoins of in één keer een hele transactie. En vermoedelijk komt dit toch vanuit Bitfinex. Daar zijn grote transacties hebben er plaatsgevonden van bitcoins richting de exchange toe. En er schijnen toch posities te worden ingenomen. Op Bitfinex kan je namelijk ook short gaan. Die mogelijkheid bieden ze ook. Dus de constructie die hierop gebouwd wordt,
ja, maakt mij alert. Ga ik er dan al op handelen? Nee, dat doe ik niet. Ik hou altijd vast gewoon aan mijn eigen trainingsstrategie. Maar wat ik wel in dat soort scenario's doe, is dat ik me stops strakker ga stellen. Of dat ik in ieder geval alerts op mijn telefoon even allemaal up-to-date maak. Dat ik snel word geïnformeerd mocht er grote prijsacties zijn. En dat je eventuele stops die beveiligen tegen verliezen, dat je die misschien net iets strakker, net iets eerder laat triggeren. Om hele rare swings te voorkomen. En dat is eigenlijk gewoon hoe de markt er nu voor staat. We gaan dat in de gaten houden. Dan kunnen we nog even snel kijken naar het diepteboek. Dat is het gecombineerd diepteboek van verschillende exchanges bij elkaar. En die laat mij gewoon zien dat een upswing richting de 75, 50, dat daar in verhouding veel meer Bitcoin voor nodig is in plaats van een downswing. Dus ik kijk persoonlijk zelf richting een kleine retracement naar beneden, een correctie binnen dit kanaal. En dan gaan we daarna kijken wat voor patroon zich daarna gaat vormen. Dus deze richting op. Tegen die tijd moet je altijd weer je technische analyse even bekijken. Kijken wat er gebeurt. Kijken wat de shorts met zich mee gaan brengen. Want het is op zich wel voor een zondag is dit wel aparte prijsactie. Komt er een kleine correctie, dan verwacht ik dat de alts als eerste een beetje zullen bloeden. Een beetje van de winsten van de afgelopen week zullen inleveren. En ik ga het op de voet volgen. Mocht er echt een ontwikkeling zijn, dan hou ik jullie op de hoogte. Vind je dit nou leuk? Abonneer je dan sowieso op ons kanaal. Even het belletje aanklikken. Blijf op de hoogte van de laatste filmpjes die we uploaden. Voor de mensen die vragen hebben, die iets meer willen weten, join vooral die Discord. We zijn 24/7 is er wel eigenlijk iemand online. En daar kunnen we jullie verder helpen. Tot morgen. Laters.